En hallo allemaal en welkom terug bij deze nieuwe episode van Ted Workert Extra. Ik ben hier bij de schapenfarm, zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien. Want ik ga hier iets veranderen, iets kleins, iets simpels. Maar het moet gedaan worden, want ik word een beetje moe van dingen. Wat namelijk aan de hand is, is elke keer wanneer de schapenfarm, zeg maar, een tijdje aanstaat en ik ben er een tijdje niet mee bezig geweest, dan zit ons half ME system zit vol met blauwe wol en moet ik het handmatig in de pulverizer stoppen. En dan hebben we 10.000 string waar we dat ik weer kan gaan voiden. En hier, stomme blauwe wol. Het is handig voor de lapis, maar niet dat praktisch voor mezelf. Dus, wat ik ga doen is alvast hier de pulverizer aansluiten. En dan, ik had als het goed is conduits meegenomen. Zo. Hoe gaan we dat doen? Die, daar. Ik had al een beetje uitgestippeld voor mezelf. Zo. Wat maakt uit? Geen van beide maakt uit. Hoppakee. Alleen meer dat er geen loop ontstaat. Dus, een pulverizer. Heeft een input. Een output voor de string. En een output. Oh, wacht eventjes. Output voor de string. En een out. Wacht eventjes. Die. En output voor de lapis lazuli, eventueel. Dus de geel gaat naar het ME system. Dat is uiteraard de. De interface. Zo. Dus mochten we lapis hebben, kom dat daarin. Ik heb een trash can, dat is niks anders dan een void dingetje. Alles wat daarin gaat, wordt gevoid. Zoals je ziet, of niet ziet. Dat hoeven we niet te pulverizen. Hoppakee. En in de hoop dat we het gaan zien, maar ik denk het niet. Misschien voor een split seconde. Nee, de energiesysteem werkt veel te goed daarvoor. Dus, dat was de kleine add-on die ik wil gaan doen. Het was een kleine mini-episode van vandaag. Het is niet dat schokkend, maar ik wou het wel laten zien. Schapen worden gefarmd, meteen gepulverized en dat we... ik had trouwens best wel die koffer hier kunnen laten. Maar wacht, dat is dus de episode van vandaag. Even kijken, koffer. Ja. Hollowstone koffer. Dus ik zeg voor nu, bedankt voor het kijken naar deze episode. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!